Wat zien we? Nou, we zijn hier in de leeszaal bijzondere collecties van de Koninklijke Bibliotheek. We hebben de grootste collectie historische kranten van Nederland. En die kun je hier inzien, in deze ruimte, als je ze opvraagt. En ik heb een aantal kranten voor jullie opgevraagd over de Eerste Wereldoorlog. We staan hier bijvoorbeeld voor een krant, het Algemene Handelsblad, van 29 juni 1914, waarop de moord op Frans Ferdinand beschreven wordt. Originele kranten, die zijn gedigitaliseerd voor een heel groot gedeelte. Die zijn toegankelijk op de website delver.nl. Daar kan iedereen ze gewoon doorzoeken en bekijken. En met behulp van die website hebben wij deze krant gemaakt. Ja. De Eerste Wereldoorlog krant. En we hebben eigenlijk die artikelen die hierin staan, die hebben we hertaald. Dat is toegankelijk gemaakt voor de lezer van vandaag, maar zonder de inhoud aan te passen. Dus eigenlijk lees je hier het nieuws van vroeger. Lees je in deze leuke krant. Is dat die discrepantie tussen wat er toen werd gedacht en wat wij nu weten eigenlijk het meest spannende is van het lezen van die krant? Wat je bijvoorbeeld vaak ziet is dat er dan voor zo'n belangrijke gebeurtenis, op de dag nadat het gebeurd is, staat er alleen op de voorpagina een heel klein berichtje, of soms pas op pagina 3. En dan denk je van, hé, maar dit was toch echt een groot ding, waarom is het zo'n klein berichtje? Ja. En dan moet je eigenlijk realiseren dat bericht was een telegram, wat dan bijvoorbeeld helemaal van de Balkan moest komen. En soms ging dat dan via een persbureau in Londen, kwam dat dan in Nederland terecht. Dat ging dan al binnen een paar uur, dus dat werkte wel al heel snel. Maar het was een heel kort berichtje, dat telegram. Meer informatie was er gewoon niet op dat moment. Dus je krijgt dan alleen berichtje, Frans Ferdinand vermoord door een terrorist. En dat is het dan. En meer weet men niet. En dan duurt het vaak een paar dagen voordat het hele verhaal doorcijpelt en je ook echt de achtergronden krijgt. En wie waren de daders en hoe ging het allemaal in zijn werk. Dus als je het hele verhaal wil zoeken, moet je vaak weer de krant van een paar dagen later erop naslaan. Want dan wordt het nieuw, dan breidt het zich uit, de informatie die beschikbaar is. En je ziet dat buitenlands nieuws wordt heel veel overgeschreven. Nou ja. Of van de berichten van de persbureaus, of van artikelen uit buitenlandse kranten. Ja. En dat maakt het ook soms wel verwarrend. Want soms, zeker als de oorlog echt begint, dus als echt, de oorlog is begonnen in België, in Frankrijk, Noord-Frankrijk, dat je heel tegenstrijdig berichten in één krant kunt vinden. Dus deze krant, Fossische Zeitung in Duitsland, schrijft dit, en dit krijgen we Reuters binnen, en dit komt daar van binnen. Bijna als een soort modern Twitter, denk je van, ja, wat is waar, we hebben verschillende invalshoeken. En wat ik ook wel interessant vind, echte correspondenten hebben kranten niet, echte. Dus ze moeten ook, als er mensen naar het front gaan, dan zijn dat of avonturiers die verhalen insturen, ingezonden brieven. Later ook heb je wel wat soldaten die als journalist een soort dubbelfunctie vervullen. Maar wat ik grappig vond en boeiend, is dat vanuit het begin ook heel vaak gewoon vanaf de grens wordt gerapporteerd. Dus in Maastricht, het dichtste bij wat er gebeurt, proberen ze bij wijze van spreken zeg maar, zo dicht bij het front toch iets van informatie te bovenop de Pietersberg met de verrekijker. Ja, precies. Ja. En zo wat ze horen van vluchtelingen en dat soort dingen. Deze krantenpagina ik zie daar een klein kaartje. Ik zie wat advertenties, maar ik zie eigenlijk geen vetkoppen. Ik zie geen foto's. Waarom was dat zo? Hadden ze nog niet het idee om dat nieuws ook sensationeel te brengen? Nee, in die tijd nog niet op die manier in ieder geval. De koppen zijn nog heel bescheiden vergeleken bij wat we tegenwoordig zien. Dat was de stijl van dat moment. En je ziet hier verschillende kranten liggen en dat is eigenlijk allemaal wel vergelijkbaar hoe de opmaak eruit ziet. Fotografie bestond natuurlijk al wel. Er zijn ook heel veel foto's van de Eerste Wereldoorlog. Alleen het procedé om dat snel en goedkoop af te drukken in kranten, dat was nog niet goed ontwikkeld. Van dit soort kranten samengesteld. Wat kunnen de lezers nou verwachten? Nou, de lezers kunnen de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog verwachten eigenlijk op een manier zoals de mensen toen ook tot zich kregen. En in een hele mooie verzameling van korte stukken. Ja, dus steeds nieuwe artikelen om te lezen en samengeven die een heel mooi beeld van wat er op de slagvelden gebeurde, maar ook wat er in Nederland gebeurde tijdens die periode. Wat ik ook zelf wel interessant vind,
is dat de Eerste Wereldoorlog natuurlijk ook heel belangrijk is geweest voor ontwikkeling in heel Europa, dus ook Oost-Europa, maar zelfs het Midden-Oosten. En veel van de problemen die we nu zien, Oekraïne bijvoorbeeld, of het Midden-Oosten, waar genoeg om te doen is, hebben vaak hun wortels in de Eerste Wereldoorlog. Dus behalve dat je gewoon de historische sensatie hebt om te duiken in het verleden, kun je er, goed, dat is misschien een leraar aan mij, ook nog wat van leren over wat we nu, wat